Hallo allemaal, goedemorgen. Het is kort over 1 uur hier op woensdagmorgen. De 21ste van september. De laatste keer dat je het jaar in 21 september zal zijn. Dit filmpje gaat over ST79. We hebben er ook tot nu toe nog geen heel veel aandacht aan geschonken. Omdat het in principe voor de meeste mensen die hiermee gaan beginnen, een vrij abstract stuk is. Het staat gewoon in het boek. En dat kun je gewoon lezen hoe het erin gaat. Maar de installatie van Pygame en PGZ Zero, dat is nogal abstract. Zeker als je dat gaat doen vanuit PyCharm. En dat is toch wel de beste omgeving om software in te maken. Omdat je dwingt om er een project van te maken. En in een project kun je al je bestanden kwijt die erbij horen. En heb je er voor de rest geen last van. Dus oké, laten we beginnen. Wat je kan doen is klik op ST79. Dan ga je naar beneden toe. Dan zie je een link naar het boek. En hier naar de bestandjes die je nodig hebt om een OED te kunnen maken. Hier zijn alle plaatjes in die ook gebruikt worden in het boek. Nou, we pakken de link even. Dan gaan we naar hoofdstuk 1. Want daar gaat het in om. ST80 gaat hoofdstuk 2. En ST79 gaat over hoofdstuk 1. En dat is deze. En dan kun je er doorheen gaan. Nou, wat is Python? Ik laat het lezen. Het is altijd handig om te lezen. Van scripts naar Python. Gaming in Python. Python modules, want daar gaan we ook mee werken. Natuurlijk Python modules, want als je het niet anders, dan kun je dus geen games maken. Het installeren van Python, dat heb je natuurlijk al gedaan. Dat op een Mac. Installing Pygame Zero. En daar worden allerlei handmatige dingen gedaan om die OED te installeren. En dat is het stukje juist wat we dus niet gaan gebruiken, omdat het veel simpeler kan. Nou, simpeler, ik gebruik heel vaak het woord simpel. Dat is natuurlijk niet waar. Maar het kan simpeler. Omdat je het ook gewoon vanuit Pygame kan doen. PyCharm kan doen. Dus ik stap PyCharm op. Het is trouwens voor Windows en Macintosh hetzelfde. Het systeem kan net even iets anders zijn. Maar het is hetzelfde. Ik pak even een nieuwe. Om het allemaal even opnieuw te doen. Dit is SD_79_versie2. Dit is Windows. Oké. Okay. Nu heb ik een verse SD79 versie die staan. En ik ga hier dus die Pygame installeren. En Pygame installeren doe ik altijd via PyCharm, Preferences, en dan zie je hier het project, ST79_2, de Python Interpreter, hier moet een naampje staan, plusje, Pygame. Nou, install package. Ja, is gelukt. Hij is nog een keertje gedaan, dus het gaat wat snel, denk ik. En dan PG0. Die dus. Hoppa. Install package. Deze wil wat langer. Is denk ik ook een stukje groter. Maar hij zal het installeren. Oké, die is ook klaar. Nou, meer hebben we op dit moment niet nodig. Nou, gooi ik dit even weg. Wat we altijd moeten doen is bij het Pygame programmeren is from Pygame import alles. En daarnaast moet je zeggen import pgz run. Die is zo nodig om vanuit PyCharm het ding te kunnen laten draaien. Nou, als we terug aan het boek, hebben we hier een voorbeeld. Screen draw met tekst binnen de functie draw. Nou, dat kunnen we natuurlijk hier meteen doen. Draw, dat is een functie dus. En dan doen we hier screen.draw.text. Hij helpt je er niet bij, omdat het een functie die je niet kent. Hello Pygame. Bijvoorbeeld. Zegt het boek. En dan comma toplift. Oftewel, waar komt dan dat ding te staan? 10,10. Daar kun je heel leuk mee knutselen met een voorloop. Dan gaat hij het hello helemaal over het scherm heen programmeren. En dan doe je onder, omdat je dus vanuit PyCharm werkt, zet je hier dus pgzrun.go. Nou,
En als het goed is, zou hij het nu in één keer moeten doen. En omdat ik het al eens een keer vaak heb geprobeerd en het ook weer als fout ging, ga ik even. Oké, ik heb hem ietsje aangepast, want ik had hier een klein foutje gemaakt. Dit is de functie, def draw. Dan kan ik meteen even zeggen reformat file, want er zit veel ruimte tussen waarschijnlijk of te weinig. En dit is een functie, dit is een class, et cetera. Dat komt allemaal nog een keertje terug. En alleen maar door dit in te tikken en hello pygame, et cetera, et cetera. En deze ook belangrijk, et cetera. En deze heb je dus voornamelijk nodig om te kunnen testen vanuit PyCharm. Klik. En zie je, ik krijg een zwart schermpje met hello pygame. Als je dit hebt staan op deze manier, dan ben je eigenlijk al goed op weg. Dus dit is van belang voor het maken van een spelletje. Niet zozeer deze lijn, want die komt er gewoon bij om te kunnen testen. Maar deze import en deze hieronder, die zorgt ervoor dat je ermee kunt werken. Let op, bij het volgende, daar heb ik het niet over hoofdstuk 2, want hoofdstuk 2 gaat gewoon puur over Python. Maar het gaat om hoofdstuk 3, wat er dus na komt. Dat is dus ST81. 3. ST81. Dan kun je ook zo kijken als je twee kent. Hè, want als je zeg maar, de taal kent, kun je twee overslaan. Ken je de taal niet, dan zou ik absoluut twee niet overslaan. En dan zie je dus dat je allemaal dingen kunt doen om het te maken. Dus daar heb je ook nog die zipfile voor nodig die erbij hangt. Oké. Nou, dit is het. Dus je moet deze erin hebben zitten, want anders doet hij het niet. Anders had hij ook foutmelding gegeven over allerlei dingen die erin zitten, die totaal onzinnig zijn. Dus hier zie je ook de screen eronder staan. Dan, ja, waar moet hij vandaan komen? Ik heb geen idee. Het is niet van PK0 game.screen, want dan geeft hij foutmelding op het feit dat hij dit erin heeft zitten, denk ik. Nou, laten we nog een keertje kijken. Zie je? Dus het lijkt alsof hij het gaat doen, maar hij doet het toch niet. Want deze screen is blijkbaar een andere dan de screen die ik daar meer op het scherm heb staan. Nou. Haal deze maar weg. Zo. Oh. Zo. En dan draai hem weer. En dan zie je dus deze hier staat met hele pijken in. En dan kun je ook met een klokje werken bijvoorbeeld. Dan zie je gewoon een nieuw klokje in het nieuwe tijd in het scherm. Oké, dankjewel. Voor ST79 is dit voldoende. Als je ST79 hebt gedaan, zorg in ieder geval dat je 80 in ieder geval ook gedaan hebt. Want daar staan alle belangrijke dingen voor Python in. Oké, ik spreek jullie. Live long and prosper.